now. Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video heb ik mijn huiswerkroutine voor jullie. Ik ga jullie gewoon meenemen van het moment dat ik klaar ben met school tot het moment dat ik klaar ben met mijn huiswerk. Dus ik ga jullie gewoon laten zien hoe ik altijd mijn huiswerk doe en hoe ik leer. Dus ik hoop heel erg dat jullie er wat motivatie van krijgen en dat jullie er natuurlijk wat aan hebben. Dus laten we maar gewoon snel gaan beginnen. Zoals veel van jullie waarschijnlijk ook hebben, heb ik ook online les. Nou, voor mij is het heel erg belangrijk om tussen mijn laatste online les en mijn huiswerk even een wat langere pauze te nemen. Ik was vandaag om 2:30 klaar met mijn online les en dan ga ik dus eerst even rustig naar beneden, even wat eten, even een rondje lopen met mijn hond, vaak ook met mijn moeder. Nou ja, gewoon even niet aan school denken. Ik doe dit echt altijd als ik online les heb, want toen ik nog fysiek school had, dan moet je natuurlijk van school naar huis reizen. En daarna ging ik ook altijd wat eten. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om tussen je online school en je huiswerk even een pauze te nemen. Even wat te eten, even je brein een beetje rust te geven van alle schoolwerk. Oh ja, en een tip. Check nu juist even je telefoon. Je appjes, je snaps, je berichten. Want dan kan je je zo meteen juist weer focussen op je huiswerk. Nou, dan als mijn pauze is afgelopen, ga ik weer naar boven en dan ruim ik gelijk even mijn bureau op. Want die is altijd een beetje een chaos geworden tijdens mijn online lessen. En ik heb wel echt een opgeruimd bureau nodig om goed mijn huiswerk te kunnen maken. Oh my god jongens, er is dus net een pakketje binnengekomen voor mij. En het was de Masha Planner. Ik heb dus de Masha Planner gekocht in samenwerking met Joshvie. En hij zag er zo mooi uit. Ik kan eigenlijk echt niet wachten om open te maken. Dus ik ga dat gewoon nu doen. Dan ga ik daarna echt beginnen met mijn huiswerk. Maar ja, ik kon gewoon echt niet wachten. Oh my god. Hij is zo mooi. Hij is echt heel erg mooi. Wauw. Ik hou echt ook van zo'n ringband. Kijk nou hoe mooi die is. Nou, ik ga hem ook meteen nu gebruiken. Maar laten we nu maar gewoon snel gaan beginnen met mijn huiswerk. Want ik heb best veel te doen. Dan pak ik mijn planner erbij en dan ga ik nog even het huiswerk opschrijven wat ik vandaag heb opgekregen. Nou, ik had al hier op staan dat ik Spaans woordjes moest leren vandaag, want ik heb daar vrijdag een Spaans examen van. Maar ik heb vandaag ook opgekregen dat ik nog economie huiswerk moet maken. En ik heb vandaag een law les gehad, dus daar moet ik ook even een kleine samenvatting van maken. Dus dit is dan alles wat ik vandaag moet doen. Als ik mijn huiswerk heb ingepland, pak ik mijn nieuwe Masha planner erbij en dan ga ik verder met het maken van een to-do lijstje met tijdsblokken. Ik pak dus een stickertje met to-do en dan ga ik mijn huiswerk verdelen in tijdsblokken. Doordat ik specifieke tijdsblokken maak, ben ik veel meer geneigd om mezelf eraan te houden en dat werkt echt heel erg fijn voor mij. Dan pak ik er nog een stickertje bij en schrijf ik mijn beloning op. Hierdoor hou ik mezelf gemotiveerd tijdens het huiswerk maken, omdat ik echt een doel heb van wat ik mag doen als ik klaar ben. En dan is dit uiteindelijk hoe dat eruit ziet. Ik begin zelf echt altijd met mijn maakwerk en daarna doe ik pas mijn leerwerk. Want als ik eerst ga leren, dan heb ik daarna echt geen zin meer om nog mijn huiswerk te gaan maken. Maar leren moet ik sowieso doen, dus dan kan ik het beter eerst maken en daarna leren, want leren ging ik toch sowieso wel doen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Ik begin vandaag met mijn economiehuiswerk, want dat moet ik voor morgen af hebben. Wat ik echt altijd doe bij economie is video's bekijken over het onderwerp. Dus ik zoek gewoon op waarover mijn sommen gaan. Dus in dit geval was het inkomenselasticiteit. En als ik dan video's bekijk, dan snap ik echt veel beter hoe ik die sommen moet aanpakken. Ik vind vooral OS Academie, ik zal het even in beeld zetten, echt een geweldig YouTube kanaal. Hij legt alles zo duidelijk uit en daardoor begrijp ik het echt heel erg goed. Sommige video's zijn best wel lang en daar heb je misschien helemaal geen zin in. Maar als je het echt wil begrijpen en als je echt een hoog cijfer wil halen, dan werkt het wel echt top. Dus ik zou het je sowieso aanraden. Door deze video's te kijken heb ik zelf een 8,9 voor mijn centrale eindexamen economie gehaald. Dus als je nog niet overtuigd was, nu misschien wel. Dan het tweede wat ik standaard doe bij het oefenen van sommen bij economie, is het kijken naar de uitwerkingen. I know, het klinkt niet goed, maar het is eigenlijk wel echt een hele fijne methode. Wat ik dus altijd doe, is ik kijk naar de uitwerking en dan ga ik dat dan zelf namaken. Dus ik moest hier bijvoorbeeld een balans maken en dan heb ik hier dus het antwoord erbij gepakt en die maak ik dan letterlijk na. Ik schrijf het eigenlijk gewoon over en dan ga ik naar de volgende balanssom. En daarbij kijk ik dan dus niet naar het antwoord, maar dan ga ik door middel van de uitwerkingen van de vorige balanssom hem eigenlijk helemaal namaken. Want de som is in principe hetzelfde, het zijn alleen maar andere cijfers.
Maar als je deze methode zelf ook wil gebruiken, moet je natuurlijk wel heel goed opletten dat je echt begrijpt hoe ze tot het antwoord komen. Je moet het zeker niet klakkeloos gaan overschrijven, want daar heb je natuurlijk echt helemaal niks aan. Nou, als je lang genoeg soortgelijke sommen blijft oefenen, dan word je vanzelf gewoon een master. Daarom was ik zelf altijd heel erg goed in wiskunde en eco, omdat ik gewoon de uitwerkingen bij ging pakken. Dus ik kijk gewoon hoe zij tot het antwoord zijn gekomen. En zo kan ik dan zelf ook tot het antwoord komen. En op toetsen krijg je natuurlijk ook altijd dezelfde soort sommen. Dus dan weet jij gewoon hoe je dat moet aanpakken. Yes jongens, ik ben nu klaar met mijn economiesommen. Nou, wat ik dan altijd doe, is ik streep het even af van mijn planner. Dat geeft me weer nieuwe motivatie, want ik heb al iets gedaan. Ik hoef nu nog maar 2 dingetjes te doen. Maar eerst heb ik even 5 minuutjes pauze. Ik zit dan meestal gewoon even op mijn telefoon. En dan ga ik zo meteen verder met het maken van mijn last samenvatting. Ik heb daar binnenkort een toets voor, dus ik wil alvast een beetje beginnen met samenvatten. Dus dat ga ik nu doen. Ik had tijdens mijn les al wat aantekeningen gemaakt op mijn laptop. Ik doe dat altijd bij law, omdat mijn docent gewoon zo snel praat. Dus daarom typ ik het gewoon altijd. Nou, ik vind het zelf heel erg fijn om na elke theoretische les van mijn aantekeningen een kleine samenvatting te maken van wat er in de les is besproken. Zo weet ik dus echt wat de lesstof inhoudt en kom ik niet de dag voor mijn toets met oh my god, wat is dit allemaal? Ik snap hier helemaal niks van. Nou, daarom is het dus zo fijn om je aantekeningen meteen uit te werken, want dan kom je er dus op tijd achter als je iets niet begrijpt. En dan kan je meteen de volgende les meer uitleg aan je leraar vragen. Yes jongens, ik ben nu ook klaar met mijn last samenvatting. Echt heel erg blij mee. Het enige wat ik nu nog hoef te doen zijn mijn Spaans woordjes te leren. Ik heb dus vrijdag een super grote Spaans toets. Daar moest je heel veel voor leren, maar ook dus woordjes. Ik heb eigenlijk alles al geleerd, behalve de woordjes. Dus dat ga ik nu even doen. Ik vind Spaans eigenlijk wel heel erg leuk om te leren. Ik ben zelf ook Spaans, dus vandaar dat ik het ook leuk vind om gewoon Spaans te leren. Maar ik ga eerst heel even naar beneden, want ik moet echt even thee halen, want ik heb het super koud. In mijn kamer. Het sneeuwt ook buiten. Het is gewoon heel koud. Dus ik ga even thee halen en dan ga ik daarna verder met mijn Spaans woordjes. Dan gaan we nu beginnen met Spaans leren. Nou, hoe ik altijd woordjes leer is door ten eerste alle woorden over te schrijven. Even een disclaimer, ik ga wel echt altijd voor een 10 bij woordjes toetsen. Dus misschien vind jij dat allemaal een beetje overdreven als je dat niet wil. Maar ja, ik ga dus voor de 10, dus ik doe het wel. Als ik alles overschrijf, dan onthoud ik daar echt al heel erg veel van. Dus daarom doe ik dat altijd. Nou, dan stap 2 is het groen markeren van de woorden die ik al weet. Er zijn eigenlijk altijd al wat woorden die ik al ken, vooral bij Spaans. Dus dan hoef ik me later daar niet meer op te gaan focussen, want ik weet dat gewoon al. Stap 3 is de rest van de woorden die ik dus nog niet weet invoeren in Quizlet. Misschien vind je dat ook veel werk, maar als je het aandachtig doet, dan leer je er echt al heel erg veel van. Nou, dan stap 4 is het oefenen via Quizlet, totdat ik eigenlijk gewoon alle woorden ken. Als ik Quizlet gebruik om mijn woordjes te leren, doe ik altijd als eerst de optie leren natuurlijk. Dan krijg je een soort van meer keuzevragen en dan kan je het dus heel snel leren. Daarna ook de optie schrijven, want je moet natuurlijk wel ook weten hoe je het schrijft. Want als je het niet goed schrijft, dan krijg je nog steeds geen 10. En we gaan natuurlijk voor de 10. Dus dat doe ik altijd tot ik gewoon precies weet hoe ik het moet schrijven. Daarna doe ik de test om te kijken of ik alles echt weet. En op het laatst gebruik ik eigenlijk alleen nog maar die flashcards om mezelf nog een paar keer te overhoren. Maar ik moet er gewoon zeker van zijn dat ik weet hoe ik het spel. Als ik weet hoe ik het spel, dan weet ik sowieso het woord. Dus ja, dat is hoe ik altijd Quizlet gebruik. En zoals jullie weten ben ik ook een heel groot fan van de afschermmethode. Die gebruik ik ook zelf altijd als ik woordjes ga leren. Ik vind het heel erg fijn om de afschermmethode te gebruiken, omdat ik door deze methode heel goed kan zien welke woorden ik al wel weet en welke ik nog beter moet leren. Soms zijn er natuurlijk nog wat woorden die ik lastiger vind en die ik niet goed kan onthouden. Nou, hiervan maak ik dan een apart blaadje, schrijf ik al die woorden op en daarvoor ga ik dan ezelsbruggetjes verzinnen. Veel mensen denken misschien van, ah joh, als ik een woordje niet weet, dan hou ik het nog steeds wel. Maar ja, ik ga natuurlijk voor de 10, dus ik doe er echt alles aan dat ik letterlijk alle woorden ken. Nou jongens, het is nu iets voor 6:30 en ik ben wel klaar met mijn Spaans woordjes. Ik denk dat ik ze allemaal wel weet. En ja, dan ben ik eigenlijk ook gelijk weer klaar met al mijn huiswerk voor vandaag. Het is dus pas 5:30, maar ik zorg er eigenlijk altijd voor dat ik voor het avondeten al mijn huiswerk af heb. Omdat ik dan gewoon in de avond kan chillen. En dan heb ik gewoon lekker tijd voor mezelf, voor YouTube. Dat is echt mijn grootste motivatie om mijn huiswerk altijd in de middag te doen. Zodat ik in de avond gewoon geen stress heb. Dus als je dat nog niet doet, probeer dat zeker ook een keer.
Als ik een toets heb, dan leer ik natuurlijk wel nog even in de avond. Net voordat ik ga slapen, lees ik dan even mijn toetsstof nog door. En dan in de ochtend sta ik vroeg op, lees ik het nog een keer door, ga ik naar mijn toets. En dan gaat het meestal heel erg goed. Dus dat werkt gewoon heel erg fijn voor mij. Nou, dan was dit alweer het einde van mijn huiswerkroutine. Dus ook al van deze video. Ik hoop heel erg dat jullie er wat aan hebben gehad. Als het nou zo was, vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt natuurlijk. Ik zou mij in ieder geval echt heel erg blij mee maken. Dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!